En Nederland is een fietsland en ik begrijp wel waarom. Want je kunt dus op dit soort mooie plekken komen met de fiets. Ik word door het pontje door deze aardige meneer gebracht naar het Maasduinengebied. En dat is een gebied wat je gezien moet hebben. Hoi, goedemiddag. Hey Kevin, je bent op het pontje gekomen. Ben ik ook daadwerkelijk nu in het Maasduinengebied? Ja, je zit midden in het hart van de Maasduinen in de gemeente Bergen. Je bent op de goede plek. Jij gaat nog een lekker stukje fietsen, heb ik begrepen. Zeker. Mag ik je een tip geven? Ja. Als je deze weg uitrijdt, gewoon rechtdoor, dan kom je bij Taste & Co. Dat is een kast en dan kun je zo naar binnen fietsen. Ja, vind ik een goede tip. Ga ik doen. Dankjewel. Veel plezier. Doei. Mark. Hey, die Kevin. Goedemiddag. Goedemiddag. In één keer goed geparkeerd, hoe vind je? Ah, super. Ja, hè? Welkom in Welleloy. Dankjewel. Je hebt deze ook gevonden. Ik heb het allemaal gevonden en nou begreep ik dat ik hier moest zijn voor streekproducten en alle andere bijzondere dingen. Ben je op het goede adres? Ja. Ja. Kijk eens rechts in de winkel. Allemaal streekproducten, allemaal van de boeren en tuiners uit het achterland, uit Tuindorp. Ja, maar nou kunnen ze natuurlijk allemaal wel zeggen dat het streekproducten zijn, maar hoe weet ik dat nou zo zeker? Jij gelooft ons niet, hè? Nou, niet altijd. Nee. Weet je wat? We proeven een paar streekproducten en daarna gaan we samen op de fiets of de scooter, wat jij wil. Gaan we naar de tuiner toe en gaan we kijken waar de producten vandaan komen. Deal, helemaal goed. Hopelijk geloof je ons dan wel. Kijk eens. Zo, wauw. Een verse smoothie met aardbeien en een salade, tomaten, sla, komkommers, heerlijke croutons, allemaal uit Tuindorp. Mmm, dit is lekker zeg. Oh. Eet smakelijk Kevin en wist je dat je hier ook kunt fitnessen, indoor jeu de boule spelen, paddle tennis en ook de verhuur van diverse vervoersmiddelen is mogelijk. Kan dat ook allemaal? Nou ja goed, ik kreeg net de keuze fiets of scooter, dus dat wordt een scooter. Yes. Top. Elektrisch toch? Kijk, goed voor het milieu. Zo. Nou, echt Hollands weer, hè? Ja, maar toch niet minder leuk? Nee, het is niet minder leuk. Hé, hey, stel je even voor aan Roy. Hoi, hallo. Hoi, goedemiddag. Roy weet alles van tomaten. Waar we het vanmiddag over gehad hebben. En die was dus verantwoordelijk voor de tomaten uit de salade ook, of niet? Ja, klopt helemaal. Dat wil ik jullie in de kast laten zien. Helemaal goed, ja. Nou, hier gebeurt het dus allemaal. Hier wordt dagelijks met een ploeg medewerkers het verse product geoogst, wat op diezelfde dag klaargemaakt wordt en naar de winkel gebracht wordt. En daarna in jouw salade komt. Oké, nou ja, ik voel hier een complete overtuiging, dus het is gewoon echt vers. Het is echt waar, de salade die jij vanmiddag hebt gehad, die tomaten ging hier vanmorgen nog aan de trossen. En die smaakte heerlijk, Roy, daar moet je toch een compliment voor geven. Dat vind ik fijn om te horen. En met de smaak van tomaten gaan wij naar Zeeland.